Er is heel veel werk te verrichten. Er moet, wat u zegt, versneld aan gewerkt worden. En dat niet alleen. Het is ook allemaal ontzettend duur. Want ook nieuws van deze week was dat stroom op zee de Nederlandse staat de komende decennia 40 miljard euro meer gaat kosten dan was begroot. 40 miljard euro. En toen las ik op een aantal plekken. Nou, daar kan je bijvoorbeeld ook 3, 4 kerncentrales van bouwen. Dus je kan keuzes maken die je nu al aanziet komen. Waarom zouden we dat niet doen? Goed idee. Ja, en hier is echt eigenlijk het hele simpele antwoord. We kunnen niks uitsluiten aan schone technieken als we die klimaatdoelen willen halen en als we onafhankelijk willen zijn van fossiele energie uit het buitenland. Dus het is en wind en zon. Ja, maar 40 miljard kunnen we maar één keer uitgeven. Dat klopt, maar je hebt zowel alle drie de energiebronnen nodig. Wil je als Nederland echt onafhankelijk zijn qua energievoorziening, schone en betaalbare energie? En daarom bouwen we nu die grote windparken op zee en zijn we ook bezig met de voorbereiding van 2 kerncentrales in Borselen. Schrok u erg van die 40 miljard? Dat u dacht, joh. Nee, ja, kijk, inflatie, hogere rente, personeelstekorten, duurdere materialen. Alles wordt op dit moment duurder. Dat geldt dus ook voor windparken. Maar dat is een investering die je doet voor de komende 50 jaar. Nou, 25 dan. Dan ging die 40 miljard over. Het is ongelooflijk veel geld. En daar gaat dus de rekening bij ons allemaal thuis zeker ook door omhoog. Dat is we gaan natuurlijk toch nog alles eraan doen om die rekening bij de uitbreiding van het net op zee ook nog naar beneden te krijgen. En het mooie is, er zijn ook weer Nederlandse innovaties om straks waterstof al op zee te maken. Zo hoef je niet overal kabels naartoe te trekken. Maar dan gaan we onze bestaande gasinfrastructuur weer hergebruiken om die groene waterstof meteen naar onze fabrieken te krijgen. En dat is ook echt wel de unieke uitgangspositie van Nederland. Hè. Wij kunnen dankzij die grote windparken straks bijvoorbeeld ervoor zorgen dat we ook een groene staalfabriek in Nederland hebben. En dat Europa ook zijn eigen staal kan produceren in plaats van dat het uit China moet komen. Nou, u zei, we gaan ook 2 kerncentrales bouwen. D66 was jarenlang tegen. U heeft een aantal jaar geleden gezegd, nee, gaan we niet meer doen. We gaan ze daadwerkelijk bouwen. Maar zag ik toch Frans Timmermans, oud-eurocommissaris klimaat, bij Op1 was het geloof ik zeggen, nee, dat is in Nederland niet haalbaar, niet betaalbaar. Kernenergie moeten we hier niet doen. Verbazingwekkend. Ja, en ook een onverstandige keuze, want we hebben nu ervoor gezorgd, dat heb ik vorig jaar gedaan, binnen 1 jaar onafhankelijk van Russisch gas. Zijn we goed de winter mee doorgekomen. Maar nu moeten we er ook voor zorgen dat we ook de komende decennia onafhankelijk zijn qua energievoorziening. En nogmaals, als de ene partij zegt ik wil geen windmolens en de andere partij zegt ik wil geen kerncentrales, ja, dan op die manier gaan we er niet komen. En toen Timmermans nog eurocommissaris was, heeft de Europese Unie besloten dat kernenergie ook het groene label kreeg, zodat landen er makkelijker in kunnen investeren. Dus ik denk dat hij diep van binnen ook wel weet dat we... Maar dan zit hij dus voor de bühne iets te vertellen waarvan hij zelf weet dat het niet waar is. Want hij zei niet alleen dat het geen goed idee was, hij zei het is onbetaalbaar voor Nederland, niet efficiënt. U zegt dat is onzin. Ja, en u moet dat aan de heer Timmermans ook maar vragen als hij een keer hier te gast is. Maar mijn boodschap is, alle schone technieken nodig om de klimaatdoelen te halen. Okay.